heel even mijn hand op de tekst, want anders komen jullie allemaal. Donkey Kong. Ja, Donkey Kong die donderdag. Ja, donderdag. Donderdag. Of we nemen ze meteen mee uit school daarheen. Ja, dat wou ik dus. Ja, want je gaat daar ook aan een tafel zitten. Kunnen we daar gewoon taart eten? Oh ja, de cadeautjes die nemen ze toch mee? Ja, tuurlijk. Oké, okay, dus drie kwartier gaan we bowlen en dan gaan we de taart eten en de cadeautjes doen. En dan weer drie kwartier bowlen. Ja, oké. Okay. Leuk hè? Leuk. Leuk. Weer helemaal uitgeput, want ik moest even een paar keer de trap op en neer. Over 5 minuten moet ik deze sleutels inleveren van mijn studiootje. En ja, voelt echt heel erg fijn. Wel raar, want het was echt om de hoek bij Bart, dus het was altijd super relaxed en makkelijk om even heen te rijden. Dus dat is wel apart dat dat niet meer is. Tadaa! Ik heb echt best wel veel moeten doen nog. De vloer moesten we er helemaal uithalen. Dat heeft mijn moeder gedaan gelukkig. Maar ik moest nog een paar muurtjes wit verven, want die waren te roze. Maar goed, gelukkig dit heb ik niet meer hoeven verven. Dat mocht wel zo blijven. Ik weet niet zo goed hoe bijzonder de vlog wordt van vandaag, want ik ben heel veel aan het editen. Ik heb net vrijdag afgeëdit, dan ga ik nu maandag doen. En dan ga ik even proberen zoveel mogelijk vlogs te verwerken op één dag. Want Jola zit op de opvang, dus daar wil ik gebruik van maken. En ja, zie jullie de rest van de dag wel weer even. Even terug naar dat moment dat ik mijn AliExpress bestelling ging doornemen met de babykleertjes. Dus hierbij. Ik ben heel even in de baby room. De pakketjes, de kleding, babykleding die ik besteld heb op AliExpress. Ik dacht misschien wel leuk om even met jullie te delen hoe het eruit ziet, hoe de kwaliteit is. Nou, dit is een, het kaartje zit al helemaal aan de bedrukking vastgeplakt. Lijkt me niet heel goed, maar oké. Truitje met een broekje. Maar wel een beetje groot, die snap. Het is altijd heel moeilijk, die maten met AliExpress. Lijkt mij veel groter dan 60. Is ook best wel groot, maar wel heel leuk met die kruisjes. Ook hier zit het kaartje weer een beetje eraan vastgeplakt. Dit noemen ze maat 70. It wasn't me. Die vind ik wel heel grappig. Ook een beetje groot. Maat 70. Baby brother! Dat vindt Jola leuk, dit. Dit noemen ze dan weer maat 80. Dat komt wel iets meer in de buurt, ja. Van de realiteit. En die. Leuk. Maar het is allemaal een beetje groot, maar ja. Beter groot dan klein. Beter het groot dan het kleine, inderdaad. Want het kleine, dat is allemaal zo binnen no time niet meer nodig. Dat waren ze. Winkel. Yeah, we zijn mijn uitnodiging aan het maken voor mijn feestje. Want ik ga binnenkort al mijn feestje vieren. Op mijn verjaardag precies. Ja, Jolatje, die is bijna jarig. 8 jaar. 2018, toch? En we hebben vandaag bedacht wat ze gaat doen. Bowlen. Dus ik typ nu even een klein blaadje. En die printen we dan 8 keer uit. En dan gaat Jola die inplakken in leuke... dingetjes die we hebben van allerlei soorten plaatjes. Maar ik ga er wel 2 aan elkaar plakken, want dan kan ik ze dubbel vouwen en dan heb je... Je mag er zelf iets leuks, kunstigs van maken. Wat jij wil, schat. Ja. Ze heeft hier van alles, dus ik ga dat nu even snel uittypen, zodat zij dat kan gaan plakken. Dat is leuk. Ja. Dit is Jola, de uitnodiging. Ik doe heel even mijn hand op de tekst, want anders komen jullie allemaal. Het is echt zo'n punt hier. Ik weet niet wat het is, maar het zou kunnen dat het in een voetje zit. Toek, toek. Toek, toek. Ja, daar zag je. Rock that joint.